Sommige mensen houden van actiefilms, van thrillers en van drama. Ze willen het liefst dat het leven iedere 3 seconden een plot twist heeft. Ik niet. Ik ben niet als sommige mensen. Ik hou de dingen liever zoals ze zijn. Maar na 6 jaar VWO, of voor mij 7 dan, moest ik voor een universiteit kiezen. Hoe ik er uiteindelijk op ben gekomen is niet zo belangrijk. Sowieso ben ik niet zo belangrijk. Maar nu ik toch heb besloten om naar mijn verhaal te luisteren, kan ik het net zo goed vertellen. Ik studeer aan de Technische Universiteit Enschede. Sommige mensen maken er wel eens grapjes over hoe het is om in Duitsland te studeren en of de koeien ook 's ochtends moet melken. Ik heb een mooie studio gevonden. Lekker voor mezelf, goede cijfers en veel vrienden. Met mij gaat alles goed. Met jou? Hé hey man. Kerel! Hoe is het, joh? Fijne vakantie gehad? Ja, lekker, lekker. En jij dan? Nog gepatst? Ja, ja, zeker. Weet je nog dat blonde meisje van de camping? Ja. Hey, hoe is het? Ja, goed. Met jou? Goed. Heb je nog veel gegamed deze zomer? Ja, zeker. Ik heb Baraka vrij gespeeld. Oh, nice. Heb je gezien dat ze de mana potions hebben bij het spawn? Ja. Zolang Okke nog steeds overpowered is. Ben je nog een beetje bijgekomen van de info? Zeker. Jij? Ik was echt zo dronken vorige week. Echt? Wat dan? Ja, die gast die bleef me maar shirtjes geven. Oh ja, die inderdaad. Hij was wel knap. Ik zie dat je de intro hebt overleefd. Hoe gaat het? Goed. Met jou? Heb jij Mark eigenlijk laatst nog gezien? Nee, waarom zou ik? Hij is jouw vriend. Ja. Ja, dat klopt. Alsjeblieft. Ja. Je les gaan geven of zo. Hoezo? Nou, als je nog verder naar voren loopt, zei ze dat je achter dat spreekding. Met Taylor bedoel je? Goedemorgen, welkom. Mijn naam is Erik Luik
In dit kwartier zal ik voor jullie de colleges stochastische modellen in operation management gaan verzorgen. We zullen het met name over optimalisatievraagstukken hebben en dan met name over kostenminimalisatieheuristieken. Hoe is het nu met jou, Mark, dan? Je bent eigenaar van een fabriek van fotolijstjes. Ja, goed hoor. En we hebben een paar meningsverschillen, maar we komen er wel uit. Wat heb je gedaan op vakantie? Ik ben met mijn ouders naar Noorwegen geweest. Heel vroeg opstaan iedere ochtend. Wandelingen maken door het Noorse landschap. Ontbijten in een bed and breakfast. Jij nog iets dan? Nou, niets speciaals. Wij hebben jullie een groep ingedeeld. En de groepsindeling kan je lezen op whiteboard. Daarnaast ben ik jullie decaan. Dus als je enige problemen hebt, vragen hebt, maak een afspraak en kom langs. En tenslotte, vergeet niet, eind volgende week hebben jullie een selectietoets. Ik zou zeggen, succes en tot morgen. Helaas op dit moment de telefoon niet opnemen. Spreek een bericht in na de pieptoon. Hey man, ik belde alleen om even te vragen hoe het gaat. Je gaat altijd goed. Bel me terug. Doei. Goddeloos, man! Fucking lag! Je bakt er ook weer helemaal niks van. Hey, rustig aan jij. Man. Wat een teringzooi hier ook. We hebben echt een vrouw nodig om de bende een beetje op te ruimen. Moet je eerst eens een vrouw aan durven spreken. Spreek voor jezelf, lul. Wat betekent die rode check? Het schijnt trouwens dat ze bezig zijn met een vervolg op Eve. Je kunt nu met mannen en vrouwen spelen, als je snapt wat ik bedoel. Volgens mij gaat het helemaal niet goed hier, jongens. You have been slain. Kutie laka! Jongens, dit potje is pure bullshit. Handen voor bier. Waarom beweegt hij nou niet? Je bent dood. Nou, doe er mij nog maar eentje. Jongens, luister naar mijn woorden. Heel ons leven zijn wij uitgemaakt voor nerds. Ze namen ons niet serieus. Maar wij onderzoeken, ontdekken en verbeteren. En op een dag zullen wij als ingenieurs zegen vieren. Zal het geld onze jacuzzis binnenstromen. En zullen de vrouwen aan onze voeten liggen. Maar die dag is niet vandaag. En daarom beloof ik, Daan de Jong, dat ik er alles aan zal doen om een vrouw zover te krijgen dat ze met me meekomt. Zodat we samen kunnen gamen. Dan zul je eerst een meisje aan moeten durven spreken. Dan zul je eerst naar een meisje moeten durven kijken. Oh snap. Nou, jullie vingerwerk zal anders geen enkele vrouw doen klagen. Ik heb het niet.
Merel, heb je de tweede opdracht al af? Bijna. Bijna het zelfs niet. Dat zei ze toch ook niet? Nee, dat merken we. Zeg, S, ga jij nog naar het openingsfeest? Ja, absoluut. Het wordt zo awesome. Hé, vriend, gaat hij ook mee? Nou, er zijn nog een paar issues, maar we komen er wel uit. Issues? Wat voor issues? Hij doet de laatste tijd een beetje raar. Hij is nogal short in zijn antwoorden en het voelt allemaal gewoon een beetje raar, you know? Oh. Denk je dat deze jurk me goed zou staan? Hadden jullie misschien ook met het project bezig kunnen gaan? OMG, die paarse glitters zijn zo fancy. Wacht maar tot je de bijpassende tas gezien hebt. Goed, ik moet dus denk ik binnenkort maar eens Thomas zijn telefoon ontvreemden. De telefoon van je vriend stelen? Dat kan echt niet. Alleen even Lena, hij krijgt hem dus alweer terug. Kunnen jullie ook voor 2 minuten je mond dicht houden? Je hoeft niet gelijk zo bitchy te doen. Don't take this too serious. Het moet wel een beetje leuk blijven. Ik heb je band weer geplakt hoor, vogeltje. Zou anders een ijsje halen? We hebben morgen een proefwerk. Je bent het slimste meisje dat ik ken. Sst. Je bent al de hele dag aan het leren. Een pauze mag best. Ik betaal wel voor je. Jullie weten dat dit een stilteruimte is. Fijn party vanavond. Gratis bier. Since you came to me, my life has changed. Bad things will be gone, the good remains. Defeat. Je moest niet omkijken, maar er liep net een meisje. Heb jij haar uitgenodigd aan? Nee. Nou, ga praten dan. Ja. Wil een van jullie anders nog bier, want het voor mij is op. We hebben allemaal nog. Jij ook. We hebben ongeveer nog een minuut dat we respawnen, dus misschien moeten jullie je laptop open doen. Zie je nou wel dat je niet durft? Ik wil gewoon niet dat het team straks verliest. Nou, anders ga je toch weer terug naar de boerderij van je ouders. Terug naar het kippenhok waar al je kippenvrienden wonen. Jongens, deze meid wil ook gaan gamen, maar ze heeft geen laptop bij zich. Zou ze met jullie mee kunnen kijken? Tuurlijk. Baby. We can change our world around. Maybe we can waste this fertile ground.
The time we have may never come around. The time we have can surely be right now. Oh. Leuk dat je er was, Merel. Volgende keer weer. Ja. Nou, dan zien we de volgende keer weer. Ja. Ja, doei. Ja?
Dames en heren, de bibliotheek gaat over enkele minuten sluiten. Ladies and gentlemen, the library will close in a few minutes. Klopt. Ik miste je. Is het nou wel zo'n goed idee om weer bij me te komen? Ik snap niet zo goed waarom mensen zo'n hekel hebben aan duiven. Heb je wel eens goed naar zo'n dier gekeken? Ze hebben zo'n mooie, groene, glimmende nek. En ze beweegt zo lief met hun hoofdje. Sommigen missen een pootje, dan hebben ze zo'n stompje zitten. Weet je nog dat meisje met wie ik tijdens de intro zit te praten? Nieke. Ze heeft gevraagd of ik meega naar Nachtbrak. Denk je dat ze een oogje op me heeft? Jij bent een vrouw, jij voelt dat soort dingen wel. Vast. Ze is lang, heeft prachtige heupen. Zijde zacht, golvend haar. Ze ruikt zo lekker. En dan dat jurkje wat ze aan had. Jij wilde niet meegaan naar dat feest, toch? Nee. Nee, zo'n feest is niks voor mij. Hé, jij was toch op de landparty onlangs? Ja? Je was echt goed. Zin om een keer langs te komen? Hier, ik geef je mijn nummer. Iedere woensdagavond gamen. Zit je dan? Hier is wel. Gewoon. Iemand. Verwacht je iemand? Een bier zit in de koelkast. Als je wil mag je pakken. Wie was er aan de beurt? Jij. Ben je aan het winnen? Nou, het spel nog niet, maar hard hopelijk wel. Nou, dan mag je wel iets beter je best gaan doen. Ik had laatst een lekkere cocktail. Hij heette Double Wasmachine. Hij was blauw en hij had twee olijfjes op de rand. Ik had er laatst ook eentje. Paars met geel. En iets van vodka erin. En bosbessenlikeur. Oh, Kulang on the Beach! Biertje? Of we gaan cocktails maken. Ja, maar die spullen moet ik toch helemaal niet in huis? Jij bent. Oh, maar dat kan heel simpel hoor. Ik heb wel een makkelijk receptje. Met Daan. Ik dacht dat ze Joris heette. Wie is dit? Merel, van de landparty. Kut Joris. Ik ben Daan. Een vriend van Joris. Joris vroeg of ik zin had om een keer te komen gamen. Ja, dat is woensdag. Leuk, tot dan. Dag.
Sommige mensen zijn blij met een 7. Het is moeilijk om uit te leggen waarom je er niet tevreden mee zou zijn. Ik ga het toch proberen. Als je meedoet aan een hardloopwedstrijd, dan ga je voor de eerste plek. Je probeert alles uit je lichaam te halen en komt doodmoe bij de finish aan. Ben je dan blij als je blijkt de derde plek behaald te hebben? Of nog erger, dat je niet eens op het podium staat? Tuurlijk is een lintje bedankt voor je deelname een leuk gebaar. Maar je had liever die gouden plak gehad. Ik had liever die 10 gehad na zo hard rennen. Goed, je bent hier omdat? Mijn projectgroep. Het loopt af en toe niet helemaal lekker. Soms komen mensen niet opdagen of hebben ze hun werk niet af. Dus je denkt dat ik dat voor je kan oplossen? Heb je de mensen in je groep erop aangesproken? Nee, dat dacht ik al. Ik vind toch dat je eerst terug naar je groep moet gaan en dit zelf moet proberen op te lossen. En als het niet lukt, dan kom je terug. Ja? Maar weet wel dat procedureel kan het erg lastig zijn om mensen uit de groep te plaatsen, dus neem dat mee. Ja? En doe de deur achter je dicht als je weggaat. Denken jullie dat ze nog komt? Anders ook niet erg, toch? Jammer, toch? Vrouw minder in de groep. Je bedoelt geen vrouwen in de groep? Je vindt haar leuk. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Ga even kijken, Bas. Ben ik laat? Nee hoor, kom binnen. Je moet niet onder de turret gaan staan, dan ga je dood. Hadden jullie al gehoord dat het kabinet plannen heeft om studies die geen toekomstperspectief bieden op banen af te schaffen? Je mag tegenwoordig ook helemaal niets meer leren als nergens te luisteren. Wat weet jij ook weer voor studie, Merel? Econometrie. Zo, jij gaat later veel verdienen. Ja. Doe je het ook voor het geld? Nee, nee. Het biedt natuurlijk ook grote uitdagingen op het gebied van abstract denken. Ja. Hey, hoor ik daar nou iets? Ik hoor niets. Volgens mij hoor ik wel wat. Volgens mij komt het uit het washok. Kom, laten we gaan kijken. Kom. Kijk. Ik hoor geen geluid. Ik ook niet. Waarom zijn we hier dan? Merel. En Daan. Daan is een seksboot! Biertje? Je weet dat ik niet drink, toch?
moet je iets vertellen. Het ligt niet aan jou, maar aan mij. Ik heb er lang over nagedacht en het echt geprobeerd. Maar ik kan beter eerlijk tegen je zijn. Je hebt er ook niks aan als ik lieg. De laatste tijd begon ik er steeds meer aan te denken en ik kreeg het niet meer uit mijn hoofd. Af en toe is het gewoon beter als er iets verbroken wordt. In een bos kappen ze ook bomen, zodat andere bomen beter kunnen groeien. Vandaar dat ik besloten heb te kappen met deze relatie. Ik zet er een punt achter. Wat niet betekent dat jij niet goed bent. Maar dat wij gewoon niet zo goed bij elkaar passen. Begrijp je dat? Ga je met iemand anders? Nee. Wel vrienden blijven, toch? Tuurlijk. Ik bel je. Doe rustig aan. Je hebt het beeldje dat ik je gegeven heb kapot gemaakt. Zonde. Het is denk ik wel weer te lijmen. Ja, ach. Je moet het zelf weten. Het is jouw beeldje. Ik was een beetje verward. Dat weet ik. Dat is goed. Ik hield van je. Dat weet ik. Dat heb je ook gezegd, dat ik dat wist. Waarom ben je dan weggegaan? Was het omdat ze me te opdringerig vond? Was het omdat ik ging verhuizen? Dat heb ik je toch verteld? Ik was niet meer verliefd op je. Maar dat heeft toch godverdomme een reden? Denk je dat ik het antwoord heb op je eigen vragen? Ik ben niet veel waardevoller dan je gedachten. Dat dacht ik al. Ik haat je. Goed zo. Ik haat dat je niet van me houdt. Ik haat een stomme kutkop met fucking stomme raceauto's altijd. En dat je smakt als je eet. En je hebt van die stomme gewoontes die ik heel leuk vind. Vond. Met je rotkop en met je eeuwige gezeur over fiets. En waar ik ook nog een pokkenhekel aan heb. Weet je nog dat we samen in Walibi waren? Meestal vind ik het naar, zo'n park. Het is druk. Er zijn veel mensen. Je moet zo lang in de rij staan. Met jou voelde het niet lang, die rij. Dank je. Ik durfde niet in de achtbaan. En vertelde me dat hoogtevrees tussen de oren zit. Heb je zin om nog een keer te gaan? Je hoeft het me alleen maar te vragen. Mijn vogeltje. Ik hou van je.
Carmen, heb je Mee al gezien? Ja, ze zit tegenover je, niet te missen. Ik bedoelde haar armen. Die heeft ze ook meegenomen? Ik bedoelde de krasse elp. Vertical is for effect, horizontal is for attention. Het is gewoon een beetje een aandachtswoord. Moeten wij het niet met haar erover gaan hebben? Je zou jezelf eens moeten horen, girl. Dit soort gedrag moet je dus niet belonen. Gaat ze alleen maar meer snijden. Wie weet ben jij straks wel aan de beurt. Hm. Nou, hop, aan het werk jij. Zeg, girls, die paragraaf over substitutiegoederen klopt volgens mij nog niet helemaal. Kan iemand daar naar kijken? Merel, jij? Maar ik heb al best wel veel gedaan. Vooral ook aan het begingedeelte. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, meisje. Of dacht je zomaar op ons werk mee te liften? Als we willen, zetten we je zo de projectgroep uit, hoor. Wil je dat? Waarom zoek je geen hulp? Die jongens waarmee je kent, heb je die er al over gesproken? Die spelen hun spel. Bovendien ga ik hun daar toch niet mee lastigvallen. En Vincent dan? Die is veel te druk met zijn nieuwe vriendin. Die is natuurlijk ook veel leuker dan ik ben. En mooier. En knapper. Jij bent ook mooi. Nee, dat ben ik niet. Ja, klopt ook. Was ik maar een grapje. Zo laat. Verslapen. We hadden een schreefloos lettertype. Waarom verander je het? Ach joh, wat maakt het uit? Zo, die heeft weinig geslapen vannacht. Een schreefloos lettertype staat strakker en past beter bij de koppen. Jongen, had je niet grafisch vormgeving moeten studeren of zo? Alsof daar banen in te vinden zijn. Ik vind het lettertype wel mooi zo. Hij ging dus vreemd, hè? Wat? Nee. Met die bitch van psychologie. Marieke heet ze. Allemaal hartjes in zijn telefoon. Dat meen je niet. En nu? Uitgemaakt. Ik hoef die klootzak niet meer te zien. Nou ja, jongens, zat toch? Meiden, gaan jullie vanavond ook nog naar het feest? Is dat vanavond? Ja. Wilde jij gaan? Ja, waarom niet? Weet je al wat je aantrekt? Nou, ik dacht gewoon zo. Daarin, dat kan echt niet. Laten we samen gaan shoppen vanmiddag, oké? Okay? Heb je het lettertype nou weer terug veranderd? Ach, laat hij mij toch lekker. Maakt hij het toch niet uit. Thank you.
Je bent dus toch gekomen? Ja. Was je nog van plan naar binnen te gaan of dacht je dat het een outdoor tuinfeest was? Ik kom er net achter dat ik niet genoeg geld bij me heb, dus ik denk dat ik maar weer terug ga. Maar je had net 7 euro in je handen. Ja. Het is 9, toch? Nee, 7. Hop, mee naar binnen jij. Leuk jongens. Daarom vroeg ik ook of je een biertje wilde. Ik denk dat ze me niet helemaal begrijpt. Ik doe niet aan alcohol. Ik begreep het prima hoor. Het was maar een grapje. Ben je gelovig? Nee. Maar waarom drink je dan niet? Alcohol is slecht voor je hersenen. Te veel nadenken ook. Ik denk niet helemaal dat dat zo werkt. Waarom krijg je dan altijd zoveel hoofdpijn als ik leer voor het tentamen? Hier, overpas. Drinken, dat moet je leren. Ja, in het begin is het even vies, maar daarna wordt het lekker. Ik een slokje, jij een slokje, oké? Hey, kom op, niet zo laf, hè. Hier, kom maar mee, ik weet wel iets. Ik heb een koude kolen graag. Deze vind je vast wel lekker. Ben je naar mijn huis? Wat wil je gaan doen dan? Leuk hè. Wij? Mooie jongens en mooie meisjes. Die maken samen hele mooie kindertjes. Jammer dat jij niet zo'n mooi jongetje bent. Dan heb ik wel een extra mooi meisje nodig om dat te compenseren. Koud hier. Neem mijn jas. Wat bent u dan? Goed zo. Goed gezien. Ik kan niet met u praten. Dan praat je toch lekker niet? Lekker stil zo. Ga weg. Dat kan niet. Val dan dood neer. Ik ga dood. Zo'n beetje geloofwaardig. Waarom doe je dit? Doe wat? Steeds weer terugkomen. Dat doe ik niet. Dat doe je zelf. Oh ja? Mij maar weer de schuld. Je was zeker geen goede vriendin voor je. Was ik niet leuk genoeg? Was ik niet sociaal genoeg? Beklemde ik je te veel?
vond je me te veel zeuren. Wat was het, Mark? Waarom heb je het uitgemaakt? Jij verwaande klootzak, arrogante lul, mislukt afdruiprekje. Als je me weg wil, moet je dat toch echt zelf doen? Je kunt gewoon beter even niet aan me denken. Gaat het lekker? Mislukt afdruiprekje. Dat is een schattig scheldwoord. Hey. Hey. Ik vroeg me af of je misschien zin had om samen naar Walibi te gaan. Ik heb het een beetje druk. Het hoeft niet per se vandaag. Liefje, wie is daar? Het is toch niet die gestoorde ex? Nee hoor, mijn muisje. Ik hou van je. Sorry. Hoe zit het eigenlijk met de zoektocht naar meer dames in de groep? Of vond je Merel al genoeg? We weten het allemaal. Je kunt het gewoon vertellen. We kennen je al lang genoeg. Wat weten jullie? Het is niet alsof jullie een vriendin hebben. Daar gaat het niet om. Vertel het haar gewoon. Ja, dat wil ik ook wel gaan doen. Vanmiddag. Nee, heb je? Ja, kun je krijgen. Plus dat voor al die pandapunten die je gespaard hebt. Je bijna extra wars kunt gaan kopen. Denken jullie dat Merel van Rozen houdt? Goed, hè? Je kunt er natuurlijk ook helemaal niets van. Je hebt niets geleerd. Die jongen van de disco was me natuurlijk ook niet, hè? Lekker met de andere meisjes zoenen. Ze was leuker dan jij. Was ze niet? Sowieso ben je ook niks. Dacht je nou echt dat ik van je hield? Dat er ooit iemand van je kan houden? Helaas op dit moment de telefoon niet opnemen. Breek een bericht in na de pieptoon. Hey mam, met je dochter. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat alles goed. Ik belde alleen om even te zeggen dat ik van je hou. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see.
Als je het woord depressie opzoekt in een woordenboek, dan krijg je als eerste resultaat lage luchtdruk. Als op de zesde plaats staat gedrukte gemoedstemming, gekenmerkt door pessimisme, neerslachtigheid en een gebrek aan werk en levenslust. Maar het is helemaal geen gedrukte gemoedstemming. Het is niks. Het voelt leeg. De vriendschappen die je zogenaamd hebt, voelen niet zo. Je vraagt je misschien af waarom ik er met niemand over praat. Goede vraag. Praten vereist moed. Praten is eng. Maar ik vertel het nu aan jou. Dat is toch ook goed? Het voelt in elk geval goed. Ik vergelijk het leven wel eens met een marathon, weet je? Als je eenmaal rent, is het moeilijk om te stoppen. Gelukkig weet jij nu hoe het met me gaat. Met mij gaat het goed. Met jou?